Mobini. Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Opinie. Ik ben Abigail Kemp, van harte welkom. Stichting Rumas is al geruime tijd bezig om jongeren op het rechte pad te krijgen of te houden. Hoe ze het de afgelopen periode hebben kunnen doen en hoe ze dit allemaal in stand kunnen houden, behandelen we vanavond in deze aflevering van Opinie. Onze gasten voor vanavond zijn Emmy Hart, oprichter, directeur Stichting Rumas. Mevrouw Hart is van huis uit onderwijzeres. Zij heeft haar bijdrage enkele jaren mogen leveren als leerkracht en docent. Zij is verder lid van de Jeugdadviesraad bij het ministerie van Sport en Jeugdzaken, communicatietrainer, motivational speaker en geestelijke leider bij Brivi Ministry. Mevrouw Hart is oprichter en directeur van Stichting Ruma en directeur van een opvang- en peuterschool. Dames en heren, Emmy Hart. Milton Tuart, coördinator Job Placement Unit Stichting Rumas. Tuart is van huis uit onderwijzer. In het dagelijks leven is hij basic life skills trainer, motivator, jeugdwerker binnen Flora en ondernemer. Naast zijn functie als coördinator van de Job Placement Unit is Stuart ook sportleider binnen Stichting Rumas. Werken voor jongeren is zijn passie. Dames en heren, Milton Tuart. Welkom mevrouw Emmy Hart en meneer Milton Tuart. Milton Tuart, bedankt dat u participeert in deze aflevering van Opinie. Om te beginnen, Stichting Rumas is in 2009 officieel opgericht. Waren jullie daarvoor al actief of is 2009 echt jullie startpunt? Ja, 2009 is onze startpunt, want we zijn gewoon 26 augustus, 10 dagen ervoor. Ik heb een droom gehad dat ik moest beginnen, maar ik wist niet waar ik moest beginnen. Ja. En toen ik opstartte, was ik er alleen. Ik heb een vriendin gehad, mevrouw Kloof, en we zijn toen... Stichting Rumas geopricht en binnen 10 dagen hadden we het op 26 augustus 2009. En wat is het voornaamste doel dat de stichting nastreeft? Nou, wij richten ons op jongeren tussen 12 en 24 jaar, die eigenlijk, we zeggen kansarm, ze zijn niet kansarm, maar de vergeten jeugdigen, jongeren, jongens, die wij eigenlijk weer op de rail willen zetten of echt weer willen houden op de rail. Het is namelijk zo dat die groep in 2009 hoorde je bijna niks van die groep. Mm-hmm. En we noemden ze de drop-outs. Yeah. Naderhand hebben we ze opgesplitst in youth at risk, de 12 tot 16-jarigen. Mm-hmm. We hebben de drop-outs, dat zijn de voortijdige schoolverlaters. En we hebben nog een groep toegevoegd, dat is youth in conflict with the law. Alle jongens die met de politie Arak in zijn gekomen, tussen 16 en 24, daarvoor hebben we een speciaal programma. Oké, u zegt steeds jongens. Komen de meisjes ook aan boord bij Rumas of nog niet? Nog niet. We hebben gemerkt dat we nu 10 jaar bestaan. Ja. En dat eigenlijk je de meisjes niet buiten kan houden. Mm-hmm. Maar voorlopig houden we ze nog buiten. Ja. Het kan eigenlijk niet, omdat de jongeren versterkt moeten worden. En meestal hangen jongens aan meisjes. Ja. Dus wij gaan nadenken hoe we via trainingen de meisjes kunnen versterken. Ja. Omdat het verzoek vaak is gedaan aan Rumas om meisjes te trainen. Trainen kan, maar jongens en meisjes doen wij niet samen. Omdat we vinden dat het zeer vermoeiend is als je jongens en meisjes bij elkaar hebt. Ja. We zijn gefocust op jongens en Rumas wil het eigenlijk ook zo houden. Oké. Okay. Enkele mijlpalen van de stichting, kunt u dat aangeven? Oké, okay. We hebben geweldige dingen kunnen doen de afgelopen 10 jaren. Mm-hmm. We hebben ongeveer 24 projecten gedaan
We hebben, je kan zeggen, meer dan 12.000 mensen bereikt. Wanneer ik praat over mensen, dat zijn het jongeren, ouders. We hebben onze huiswerkbegeleidingscentrum opgestart. We hebben nu onze jobplacement unit. We hebben een gezinshuis. Het zijn eigenlijk, als ik moet beginnen, ga ik niet nu stoppen met de geweldige dingen die we allemaal hebben bereikt. Ja, we hebben veel awards gehad. Het mooiste wat we eigenlijk hebben gedaan, vind ik hoor, is het renoveren, de community service die we doen. Los van dat we de jongens hebben getraind, hebben we met de jongens een huis gerenoveerd. We hebben heel wat andere dingen gedaan. En vanuit het renoveren van het huis, van een schoonmaakster met 5 kinderen, het huis stond op instorten. En wij hebben vanuit de nul optie het huis gerenoveerd. En daardoor heb ik een award kunnen ontvangen van de Rotary. En we gaan voor eind van dit jaar met de Rotary in zee om met jongens weer nog meer huizen te renoveren. We willen zeker 5 mensen die we al een beetje in beeld hebben, waarvan het huis op instorten staat. Ja. Samen met de jongens willen we dat gaan doen. We hebben awards. Rumas heeft meer dan 10 awards gehad. We hebben een onderscheiding gehad van de Amerikanen. Mm-hmm. Omdat wij de eerste organisatie zijn geweest waar het gelukt is om met jongens uit de gevangenis te werken. 19. Mm-hmm. En we hebben de jongens in een baan kunnen zetten. Dus dat is een van de mooiste dingen die ik vind dat we gedaan hebben. We hebben het mooiste, een van de mooie dingen is dat we een huiswerkbegeleidingscentrum hebben kunnen opzetten. Waar we geestelijke vorming doen. Waar we creatieve vorming doen en huiswerkbegeleiding. Dus dat zijn van de mooie dingen die we hebben kunnen doen. En kunnen jongens gewoon binnenstappen voor huiswerkbegeleiding of is het een bepaalde groep? Nee, we hebben geoefend met een bepaalde groep, een projectgroep. Ja. Maar vanaf nu mag iedereen zich aanmelden. We zijn op zoek naar donateurs om ons te helpen om het huiswerkbegeleidingscentrum meer vorm te geven. Mm-hmm. Omdat we bezig zijn met drop-outs, kan je niet gaan vragen 200 gulden. Je moet die mensen een redelijk bedrag kunnen vragen. Ja. Dus we hopen dat er mensen luisteren om te zeggen, luister, ik wil jullie huiswerkbegeleidingscentrum ondersteunen, zodat we een kleine bijdrage kunnen vragen van jongens. Ja. U heeft een aantal mooie momenten ze net opgenoemd. Zijn er ook minder mooie momenten? Minder mooi. Ik krijg iets schiet naar boven dat er 2 jongens van ons zijn overleden. Eentje heeft zelfmoord gepleegd. Hebben we minder mooie. We zijn altijd in de lift geweest. Ja, dus ik kan me niet echt. Nee, we hebben altijd mooie momenten gehad. Oké. Okay. Dus, we hebben wel misschien momenten gehad waarover we misschien nu zitten en weer erover kunnen lachen. Bijvoorbeeld een van de momenten bijvoorbeeld, is dat je bijvoorbeeld een jongen in een baan hebt geplaatst. Ik heb hem om 8:00 in een baan geplaatst en om 9:30 belt de baas van, die jongen die je daar hebt geplaatst, heeft ontslag genomen. Even achteraf, dan lach je van, begreep je? Dus dat zijn de dingen. Maar zo iemand wordt wel begeleid? Ja, sowieso. Wat ik bij wil toevoegen, de minder mooie momenten is dat je soms een down gevoel krijgt. Dat je alles voor een drop-out hebt gedaan. De psycholoog erbij gehad, gezinsbegeleider, geld gegeven, bromfiets gekocht, alles gedaan. Ja. En dan zie je toch die man afglijden. Dan vraag je je af, Heere God, misschien moet God je nog helpen, dat kunnen wij niet meer. Dus dat waren wel de vervelende momenten waar we als team zeggen, wat hebben we nog meer kunnen doen voor een jongere? En dat willen we wel in de toekomst doen. Mm-hmm. We willen werken met multidisciplinaire overleggingen. Waar we echt één jongen helemaal ontrafelen, analyseren. Mm-hmm. Wat hebben we nog niet kunnen doen? En drop-out, het is niet makkelijk. Want in het begin zeiden ze, als je één drop-out redt, krijg je een medaille. Mm-hmm. Dus wij willen nog meer redden. We hebben heel wat kunnen redden. Ja. Hoe vindt de plaatsing bij de stichting plaats? We komen op de radio, tv. Ja. We kennen de jongens meestal niet. Meestal komen we in de media. Mm-hmm. En als we in de media zijn gekomen, hebben we dan een drukte van je welste. Jongens willen geloven in de Ruma's. Mm-hmm. En als ze zich aanmelden, hebben we een voortraject. Ik mocht voor de Amerikaanse ambassade, mocht ik 3 weken in Amerika vertoeven. En daar heb ik iets moois gezien, een voortraject. Mm-hmm. En nu hebben wij een voortraject. En bij het voortrek trekken we 3 dagen uit.
dat je gaat kijken, zijn er psychologische problemen. We doen een sportdag, we doen een dag waarop we gaan scouten. En dat is een van de mooiste dagen dat we hebben, dat je geen jongens neemt met een psychisch probleem, want die kan je niet zo goed, die moeten een aparte behandeling. Ja. Dus als we dat hebben, bij die aanmelding, dan halen we weer eruit. En we begonnen vroeger met 30 jongens, maar dat is niet te doen. Mm-hmm. En nu zijn we op een groep van 20 als we naar Bosbivak gaan. Ja. En dat is eigenlijk onze koor om naar Bosbivak te gaan. Oké. Okay. Om aan te vullen op wat mevrouw Hardenne zegt. Nadat we Bosbivak hebben gedaan, komen ze dan weer in een andere fase, hun derde fase. Dat is de fase waarbij we ze gaan motiveren. Zijn motivatiefase hangt af van de donateur die we hebben. Kan het zijn dat we ze een maand motiveren door middel van basic life skills. En we hebben de basic life skills methode die we gebruiken en de Aganar methode. Aganar methode is eigenlijk meer een methode die door Pillen is ontworpen, waarbij we sport gebruiken om jongere vaardigheden aan te leren. Nadat we dat hebben gedaan, motivatiefase, komen ze weer in een andere fase. Daar is waar ze eigenlijk gaan uitstromen. We hebben dan eigenlijk drie verschillende uitstromingen. We hebben, ze kunnen teruggaan naar school. Ja. Ze kunnen ervoor kiezen voor een combinatie schoolwerk. Mm-hmm. Of ze kunnen kiezen ook om hun eigen onderneming misschien te gaan starten. Oké, wonen de jongens in deze periode intern? Nee. Okay. Het is gewoon dat ze thuis blijven en ze komen dagelijks naar Stichter Rumas. Ze melden zich wel gewoon dagelijks ja. aan? Ja. Okay. De trainingen worden meestal 3 dagen per week verzorgd. Maandag tot en met woensdag. Is er een samenwerking met de overheid? Ja. We moeten zeggen dat we al die 10 jaren, hoe zouden we het anders hebben gedaan? Ik ben altijd op de bedeltours geweest, omdat ik geloof dat als iemand opstaat om iets te doen, dat de overheid verplicht is, sorry, misschien zeg ik het niet goed, dat het de taak is van de overheid om eigenlijk in alles iets te hebben. Het kabinet van de president, als we iets ondernemen, klop ik daar aan en ik krijg. De minister van Financiën, die ondersteunt nu met pakketten. Okay. We hebben de jongens, zijn meestal jongens die het niet hebben. Yeah. We hebben de minister van Binnenlandse Zaken, die ondersteunt, die betaalt het gezinscoaching unit voor ons, de huur. Vinden we heel prettig. We hebben ook het DNA, de voorzitter, mm-hmm. die heeft een eigen vereniging, de vereniging van parlementariërs. Yeah. En die hebben ons al bijna altijd ondersteund. Dus, en vanuit het bedrijfsleven hebben we ook mensen die ons ondersteunen. We zijn, ben ik iemand vergeten? Want die ondersteuning, ik heb ook iemand in Engeland, een van mijn oud-leerlingen van de Marine Vijver School. Yeah. Als ik een beroep op hem doe, dan ondersteunt u wel. Maar de overheid, het is nog niet wat het moet. Wij zouden ons graag willen dat we ergens op de begroting zouden staan om te weten, je hebt zoveel geld. En een transparant beleid erop loslaten. Nu hebben we bijvoorbeeld geen project. Ja. Dus Rumas zit bijna bij rood. Dus ik zou van deze plaats gelijk willen vragen als de overheid op een of andere manier toch aan ons denkt om het werk te blijven doen. Ja. Dus dan doe ik die oproep gelijk. Hoe gaat de stichting te werk? Zijn het alleen projecten om de doelgroep te bereiken of zijn er ook evenementen? Oké, okay, we hebben verschillende dingen die we doen. We hebben projecten mm-hmm. die we doen. En natuurlijk hebben wij ook, omdat wij naar scholen gaan. We gaan bijvoorbeeld motivatiesessies doen. En als je bijvoorbeeld op een school bent en je doet een motivatiesessie, dan heb je meestal een schoolhoofd of een klasleerkracht die komt van, hé, zo'n jongen die jongen hier daar ziet zitten, zou bij jullie passen, willen jullie hem niet begeleiden? Okay. En op die manier wordt er dan contact gemaakt met Stichter Rumas en wordt zo'n jongen begeleid. Ja. De andere jongens komen gewoon door middel van projecten. Mm-hmm. Of het zijn ouders die eigenlijk dagelijks naar Rumas bellen. We hebben dagelijks ongeveer 6 mensen, ouders die naar Rumas bellen van ik heb een zoon die eigenlijk geholpen moet worden. U gaf ook eerder aan dat u een groep heeft van jongens die tegen de wet zijn ingegaan. Ja, dat zijn de jongens die in Arakis zijn gekomen met de politie. Politie. Hoe gaat de stichting te werk? Zijn het alleen projecten om de doelgroep te bereiken of worden er ook evenementen georganiseerd? Nou, we hebben de projecten, mm-hmm. maar daarnaast hebben we ook activiteiten. Projecten, daar ben je verzekerd van geld. Yeah. Maar activiteiten, daar moeten wij op zoek gaan naar geld. Mm-hmm. En een van de projecten is voor de mannen, voor de vaders. Mm-hmm. Vaderdag doen we. Persoonlijk vind ik dat een van de mooiste projecten, dat je 300
vaders bij elkaar kan krijgen. Ja. We doen Moederdag ook voor 300 moeders elk jaar. En we doen Tigrani, dat is eer geven aan mensbedeelden. We vinden dat tijdens kerst iedereen pompastei eet. En deze mensen kunnen niet, het is kousenband, rijst met kousenband eten. Dus ja, wij doen speciaal voor deze mensen de Tigrani in december. En we doen direct een oproep, want we gaan geld komen zoeken van de maatschappij. Maar het is een heel mooi project en we delen het nu op in een kinder. Meestal zijn er bijna 100 kinderen, want er zijn gezinnen. Ja. En 200 volwassenen van stichtingen, van hoe noem je ze weer? Instellingen, mm-hmm, daklozen, psychiatrische patiënten enzovoorts. Oké. Okay. Oh ja, om een aanvulling te geven op dat van mevrouw Hart. Wat we ook doen is dat we naar scholen gaan om jongeren te motiveren. Dat is voor de preventie, om te voorkomen dat ze uit het schoolsysteem stappen. Ja. En als je naar zo'n school bent geweest, heb je dan meestal dat leerkrachten naar je toe komen en zeggen van, hé, hey, we hebben een jongen hier op school, willen we hem niet begeleiden? En wat wij doen, we geven gewoon de informatie van Stichter Rumas, wat we doen en wonen doen. En dan meldt zo'n ouder zich aan bij Stichter Rumas. En een andere ding dat we hebben, is dat er dagelijks ouders naar ons toe bellen. Het is daar meestal ongeveer 6 ouders die naar ons toe bellen van, ik heb een zoon die begeleid moet worden. En we hebben een gezinshuis, daar is eigenlijk onze vijver. Mm-hmm. En nadat we ongeveer een stuk van 20 jongens hebben, dan gaan we meestal wel van start met een project. Oké. U gaf eerder aan dat u ook een groep jongeren heeft, of jongens, die in aanraking zijn gekomen met de politie. Hoe komt u in contact met die jongeren? Maken zij zelf contact of gaat dat via delinquentenzorg of zo? Nou, toen we dat project hebben gedaan, de eerste keer, was het echt wel zoeken naar jongens die in aanraking zijn gekomen met de politie. Mm-hmm. En we zijn toen naar de opa Dolly geweest en die heeft ons oude lijsten gegeven. We zijn zelf gaan zoeken naar die jongens. Mm-hmm. En toen we een groepje van 20 hadden, hebben we het project gedraaid. En het was niet eenvoudig, omdat allemaal een veroordeling hadden op hun naam. Mm-hmm. Dus zo gaat het toe. Maar onder de drop-out heb je ook jongens die aanraken zijn gekomen met de politie. Maar dan weten we, dat is een mix. Dan weten we hoe dat doen. Maar zeg, als je alleen met die groep werkt, zijn alle jongens hebben een strafblad. En dan kan je ze op een andere manier begeleiden. Maar die komen dan, als wij zelf nu een project zouden doen. Ik heb een gesprek gehad met de minister van Justitie. Yeah. Om te kijken hoe we een samenwerking kunnen hebben. Mm-hmm. Omdat we weten dat dat stukje, de politie heeft dat stukje niet als zoals wij het hebben. Die nazorg. Yeah. Nazorg. Dus we willen wel met de politie gaan kijken, justitie gaan kijken. Hoe we daar een bijdrage kunnen leveren. Wanneer deze jongens begeleid zijn, heeft u ook een aantal van ze die voor Stichting Ruma zich inzetten nu voor andere jongens? Ja, we hebben de welbekende Josu-directeur, dat is Regilio. Ja. Die is mijn rechterhand. Oké. Okay. Ja, hij doet heel veel, we doen heel veel samen, omdat hij door het project heen is gegaan. En hij weet wat het is, hij was een youth in conflict with the law. Mm-hmm. En samen doen we heel veel. Hij is eigenlijk een mannetje van alles. En we hebben ook andere jongens die andere jongens motiveren op, buiten Rumas. Eerder dit jaar is de stichting ook gestart met de moderne opvoeding. Wat is volgens u de moderne opvoeding? Het is niet de moderne opvoeding, het is een nieuw kwekkie voor nu. Oké, en wat is het doel? Nou kijk, wij de volwassenen, de moeders, die oude moeders zoals mevrouw Hart, heb ik niets gedaan aan mijn trainingstechniek en zo. Dan blijf ik het oud denken behouden. En heel wat moeders die zijn gebleven in het opvoeden van vroeger. Terwijl de jongeren die digitale wereld overnemen. Ja. En dan is er een kloof, een waardenkloof. Mm-hmm. Dus wat we doen is trainingen voor zorgen om ouders gelijke tred te laten lopen met hun kinderen. Het is niet zo makkelijk. Want als je kijkt naar een mobiele telefoon, vele moeders kunnen niet meer dat ding omgaan. Ze kunnen alleen maar bellen. Maar voor de rest neem je kies de heer die. Ja. En dat is niet zo leuk, waardoor we ze eigenlijk handvaten aanbieden om te gaan kijken hoe moet je met je kind op dit moment, anno 2019, omgaan. Dus vandaar dat we grote groepen van vrouwen trainen, moeders en vaders, omdat ze een aansluiting kunnen vinden bij hun kinderen.
Het gaat niet goed in, ik vind hoor, want misschien vinden mensen het anders. Ik vind dat het niet goed gaat met onze jeugd. Een groot deel doet het goed, ja. Maar een ander deel, dat zijn onze voortijdige schoolverlaters, maar ook kinderen die op school zitten, ze hebben geen notie van wat er op dit moment gebeurt. Om een normaal voorbeeld te geven. Ik hoor dat er een heleboel jonge kinderen bij Times Mall staan. Die kinderen weten niet wat er gebeurt. Ze zien het gevaar niet, vandaar dat ze de naam kinderen hebben. Ja. Wij als volwassenen hebben de taak ze te beschermen. Mm-hmm. En RIMAS wil helpen beschermen, jongeren helpen beschermen. Om door met ze te praten, voorlichting geven. Vandaar dat we zeggen dat we meer sessies gaan geven voor jongeren. Om ze aware te maken tegen gevaren van buiten. Ze zien het niet. Ze zijn zo onbesuis bezig, maar het is hun tijd. Dus we gunnen ze de tijd. Maar wij volwassenen, iedereen moet zijn plek innemen om jongeren te waarschuwen. Jullie tv moet ook met advertenties komen, dingetjes komen op de tv om ze weerbaar te maken tegen de gevaren van deze tijd. Ja, ja. Welke projecten mogen we nog tegemoet zien van RUMAS dit jaar? Oké, projecten waarmee we van start willen gaan. De afgelopen tijd heb ik de tijd genomen om enkele jongeren te gaan bellen. Jongeren die nog niet zo goed zitten in hun vel. Jongens die een beetje terug zijn gevallen. Ja. Want het komt meestal voor als je bijvoorbeeld een groep van 20 hebt getraind. Heb je dan misschien 2 die terugvallen of 3. Dus wat we willen gaan doen, we willen extra aandacht gaan geven aan die 3 jongens. Die jongens, het kan zijn een groepje van 5 of 7 die we willen gaan trainen, omdat ze wat extra aandacht nodig hebben. We gaan een heel ander traject voor ze uitzetten, mm-hmm. om ze eigenlijk die intensieve begeleiding te geven, zodat we ze weer op een rechte spoor kunnen zetten. En heeft u nog plannen op kort termijn of lang termijn de komende periode? RUMAS heeft altijd plannen. Ja. En ik hou niet van mensen die zitten te zitten. Mijn vader heeft het altijd gezegd. Doe wat je hand vindt. En ik zeg ook allemaal mensen, op dit moment hebben we niet echt een project, omdat we niet zien waar we dat geld vandaan gaan halen. Mm-hmm. Maar ik zeg, ondanks we dat geld nog niet zien, beginnen we die plannen te maken. Want wij geloven, dus RUMAS heeft de christelijke basis, we geloven gewoon dat we werk gaan hebben. Yeah. Dus ik zeg, luister, we gaan vrouwen versterken, we gaan die jongens, oude jongens opzoeken. Als een project komt, moeten we, wij willen die samenwerking met, we denken dat we niet willen zitten met samenwerkingen met de overheid. We willen gaan werken met onderwijs. Gelukkig, dankjewel minister, we hebben 2 leerkrachten gekregen. Geweldig. Deze meneer staat niet alleen om achter de jongens aan te lopen. Mm. Dus we hebben 2 leerkrachten gekregen. We willen, arbeid heeft ons ook beloofd. We willen een samenwerking waar wij, want we hebben capaciteit. Mm-hmm. RUMAS heeft deskundigheid, we hebben gedragsdeskundigen, we hebben orthopedagogen, we hebben psychologen, mm-hmm. we hebben maatschappelijk werkers, we hebben geestelijke leiders, we hebben sportleiders. We hebben wat Suriname nodig heeft. En we hebben nog iets anders, we hebben heel veel liefde. Dus hoe zou het komen dat een ministerie zou zeggen, ik werk niet met ze. Dus wij willen een samenwerking gaan doen met welke ministerie dan ook, om Suriname te helpen opbouwen. Vooral die poot van de jongeren. Maar mensen zetten zich in voor jongeren. Wij willen voor de vergeten, onbegrepen jeugd ons inzetten. Ja, ja. U gaf eerder aan dat u een aantal deskundigen in huis heeft. Ja. Hoe worden de mensen, hoe houden zij de ontwikkelingen bij? Volgens de lokaal trainingen, internationaal, hoe gaat dat aan toe? Meestal zijn onze deskundigen, zijn oudere mensen. En ja. Sommigen hebben hun studieloopbaan al voltooid. Okay. Zijn die psychologen van ons. Maar je hebt ook dat we uitnodigingen krijgen om trainingen buiten te volgen. Okay. Dit jaar hebben we Lucien Vroom is geweest naar Israël. Mm-hmm. Milton zit hier, hij gaat straks naar Trinidad, denk ik. En ook Nederland heeft ons uitgenodigd, universiteiten, mm-hmm. om daar ons te gaan bekwamen in dit soort jongeren, hangjongeren. Vandaar dat we eigenlijk blij mogen zijn dat we niet alleen nationaal opereren, maar ook internationaal. Mm-hmm. We gaan kijken bijvoorbeeld internationaal. Elk jaar hebben we stagiaires uit Nederland, België. Mm-hmm. En we hebben onze lokale stagiaires die ook onderzoekjes voor ons doen. Yeah. En dat maakt dat RUMAS heel deskundig te werk kan gaan. Wat voor onderzoeken worden allemaal gedaan? Het mooiste onderzoek vind ik dat we gedaan hebben is hangjongerenonderzoek. Mm-hmm. En we hebben ook het onderzoek gedaan hoe het komt dat kinderen stelselmatig blijven zitten
in de vierde en de vijfde klas. Vandaar dat er een ophoping is of verstopping is in het basisonderwijs. Mm-hmm. Verder hebben ze onderzoek gedaan naar onze jongeren, waar die jongeren zijn gebleven. Want als je een project hebt gedraaid, waar blijven die jongens? Yeah. En elk jaar doen we een onderzoek. Oké, okay, ja. Dat is mooi. Denk de stichting aan uitbreidingsmogelijkheden, want jullie zijn nu aan de Boerbuitenweg. Ja. En misschien om groter te gaan in de toekomst. Ja, je kunt het vertellen. Vertel het maar. Ja, we zijn, nu is Rumas in het huis van mij. Mm-hmm. Ik vertel het altijd, of ik heb het lang niet verteld, dat eigenlijk alleen maar mijn slaapkamer mijn huis is. En we zijn gaan uitbreiden. We hebben een huiswerkbegeleidingscentrum aan de overkant. Dat is een geleend perceel. Mm-hmm. Wat we willen zeker uitbreiden. We hebben een perceel aangevraagd aan de Ringweg. Mm-hmm. We bidden elke dag dat we onze handtekening kunnen plaatsen, zodat we ons centrum daar kunnen vestigen. En dat is onze grootste wens voor de toekomst. Niet voor de toekomst, voor 2020. Hopen we dat we onze perceel kunnen krijgen. We hebben ook wel een perceel gehad aan de Cola Creek. Mm-hmm. En we willen dan, hoe noem je dat ding? Een ontwikkelingscentrum daar gaan bouwen. Zodat we jongens niet meer elke keer weer hoeven te brengen naar Bosbivak. Yeah. Dank voor die lieve minister daar, want we hebben vanaf het begin heel goed contact met de minister van Defensie. Mm-hmm. We mogen vrij opereren daar. En ik zeg je, dat is de plek waar je moet opereren. Jongens in het bos brengen, de eenzaamheid, zodat ze zichzelf terugvinden. Maar dat zou prettig zijn als we tenminste Ringweg kunnen krijgen, zodat we ons ding kunnen doen. Ja, ja. Dus het ligt nu op het bord van het ministerie? Het ligt op het bord en ik denk dat het een prioriteit geniet. We zouden heel erg blij zijn als kerstcadeau dat te kunnen ondertekenen. Wij vinden dat we hard genoeg werken voor Suriname. Mm-hmm. En ik moet vertellen dat we vrijwilligerswerk doen. Niemand betaalt me. Ja, ja, ja. Ik ben kieswaar eens, ben ik zo blij een keertje dat iemand zegt, kom ergens. Maar al met al doen we allemaal vrijwilligerswerk bij Rumas. Het is een klikje, is een groepje die bij elkaar zijn met dezelfde doelstelling. Het helpen van onze jeugd. Ja. Die de kans niet hebben gekregen. Dus ik ben wat dat betreft heel erg dankbaar dat we dat groepje hebben, dat we dit voor Suriname kunnen doen. Ja. Een kleine aanvulling op wat mevrouw Haar daarnet heeft gezegd. Mm-hmm. Wat we ook in de toekomst willen gaan doen, is dat we willen gaan kijken hoe we een educatiefonds kunnen vinden. Mm-hmm. Omdat we vaker jongeren krijgen die zeggen van, nadat we ze hebben versterkt, mm-hmm. dat ze dan zeggen van, ik wil teruggaan naar school. Maar wat ze dan killt is dat ze dan geen geld hebben. Ja, ja. En als zo'n jongen naar school moet gaan, hij heeft geen busgeld, hij kan niet eens een uniform kopen, hij kan geen brood kopen op school. Mm-hmm. En dan heb je dat zo'n jongen weer terugvalt. Dus ze kiezen dan eerder om geplaatst te worden in een baan. Ja, ja. Dus we willen gaan kijken als we educatie die capaciteit wel hebben om verder, te studeren. Dat is wat we eigenlijk vanmorgen stimuleren. Vanmorgen nog hebben we bijvoorbeeld een jongen gehad. Mm-hmm. Mevrouw Haat en een paar vriendinnen van haar hebben geld bij elkaar gezet. Om hem te helpen met het kopen van stencils, schoolkleding. Mm-hmm. En ik sprak tot hem en je zag het gewoon aan zijn gezicht van dat hij heel blij is. Hij zei van me van, broeder, mijn breed die heren, dat ik kan daar scoren bakken. De wil is aanwezig. Dus dat zijn de dingen zo'n beetje. Ze hebben gewoon een extra een steuntje nodig in de rug en dan worden ze wel succesvol. Ja, ja. Ik wil nog wel iets vertellen. We hebben ook een project die we willen starten met vrouwen. Weet je waarom? Mm-hmm. Twee van mijn begeleiders. Een van die jongens van ons kwam bijna huilen. Komen jullie en lopen meisjes op straat? Die jongens gaan ze verkrachten. Ik zei, ik ga van hier, we werken niet met meisjes. Ja. Mevrouw Hart, kom! Ik zeg, jongen, wat is er? Mevrouw Hart, kom! Ik heb toen twee van mijn begeleiders gestuurd, achter Charlesburg. Ja. En waren een paar meisjes, kleine kinderen, liepen te bedelen. Ja. En wat hebben twee van mijn medewerkers gedaan? Ze hebben gewoon die kinderen naar huis gebracht. En vanaf die dag verzorgen ze die kinderen uit eigen zak, hè? Mm-hmm. Alle vijf meisjes zijn over, omdat ze stimuleren. En wat hebben ze gedaan met die moeder? Ze hebben die moeder op Biggie's Mascore gezet. Mm-hmm. En toen zei ik, moet dat geen project worden, dat we die moeders gaan versterken om beter te letten op hun kinderen. Want we werken met die jongens. Mm-hmm. We doen wel ouderondersteunende trainingen, maar misschien moeten we nog meer investeren in moeders die het niet zo breed hebben. Je hebt een heleboel moeders, ik weet niet wat er met die mannen gebeurt. Die hebben kot op chin, die hebben gwe. Ik wil die mannen direct oproepen. Neem je verantwoordelijkheid, want nu zit die moeder
Maar money not there, en ja, dan moeten wij dat opvangen. Ja. Maar ik hoop dat ze dan, dat de mannen, het is misschien een opener, eye-opener voor haar, gebruik een condoom, dan heb je zomaar, zodat we minder problemen hebben. Precies. Het ministerie van Sociale Zaken heeft een project, Ik Ben. Ja. Is Ruma's daarbij ook betrokken? Ja, Ik Ben is het Integraal Kinderbeschermingsnetwerk van Suriname. Mm-hmm. Ik ben lid. Via Ruma's ben ik lid van het Kinderbeschermingsnetwerk. Mm-hmm. En we hebben pas een 3-daagse seminar gehad met kinderen van 600 kinderen van verschillende scholen. Mm-hmm. Dus Sociale Zaken werkt samen met UNICEF. Mm-hmm. En Ik Ben is lid, Sociale Zaken is lid van Ik Ben. En ik ben als NGO erin, samen met meneer Koster, mevrouw van het pleeggezinnen, ja, en de ministeries. En wij maken ons hard voor om kinderen te beschermen. Ja. En nu zijn we bezig met het doorverwijzingssysteem binnen Suriname. Een kind heeft ergens misschien iets gestolen, waar moet het eerst naartoe? Moet het eerst naar opa Doelie? Iedereen belt naar de politie. Maar het kinderbeschermingsnetwerk Ik Ben, die maakt zich nu hard om te gaan kijken welke zijn de stappen die gevolgd moeten worden. En ik ben als Ruma's directeur heel erg blij met Ik Ben. Ik denk dat Ik Ben nog meer naar buiten moet komen, zodat we meer kinderen kunnen helpen. Deze instanties zijn zeer belangrijk voor Suriname, zodat ouders weten waar moet ik me aanmelden als er iets met mijn kind is. Ja, ja. Dus ik ben lid ervan. Ik ben ook lid van het Jeugdparlement Adviesraad. Okay. Het gaat niet zo zoals ik wil, misschien zoals wij willen, misschien vinden mensen het goed. Maar als jeugdadviesraadslid vind ik dat het jeugdparlement nog meer zou kunnen doen. Mm-hmm. Misschien samenwerkingen aangaan, ook met Ruma's misschien. Ja. Maar dat we nog meer voor jeugdigen zouden kunnen doen. Oké. Okay. De toekomstplannen van Ruma's, behalve de dingen die al gezegd zijn, wat is Ruma's nog van plan? Okay. Ik denk dat we alles zo'n beetje al gezegd hebben, dan even kijken. Ja, we zijn van plan om in december de Ligrani te doen, ja, de mensbedeelde. Ja. We zijn van plan om aan tafel te gaan zitten. Ik vraag van deze plaats uit aan de minister, de directeuren, kunnen we aan tafel gaan zitten? Ruma's heeft iets te bieden. We hebben deskundigheid. Iedereen, mensen hebben van verschillende plekken hebben we gestudeerd. We zijn een betrouwbare organisatie. Ik blijf stellen dat wil men kijken naar onze boeken. We hebben een goede finance manager. We weten met het geld om te gaan. Misschien kunnen we ook adviseren. Een adviserend orgaan kunnen zijn van ministeries. Dat is eigenlijk de core business van Ruma's, dat we samen willen gaan werken met ook andere organisaties waar we onze bijdrage kunnen leveren. Alleen om de jongeren aware te maken. Ik was vanmorgen bij een arts. Mm-hmm. En het is de derde arts die mij aanspreekt. Wat kunnen we doen voor Suriname? Omdat die arts arts is. Ze zegt, als arts merk ik op dat heel wat meisjes HIV besmet zijn. En ze besmetten die andere jongens. Mm-hmm. Ik schrok. En ik hoef niet te schrikken, want het gebeurt veel. Jongens, tegenwoordig denken ze dat seks hoofdmoot is. Maar seks heeft een gevaar. Zodra je gaat onbeschermd seks hebt, weet je dat je potentieel HIV kan oplopen. Dus ik wil alle jongeren, dat ik afvallig in vallig omdat je jongeren bent, bescherm seks of heb geen seks. Mm-hmm. Want seks is voor een moment, maar aids hebben is voor je leven lang. Dus toen die dokter me dat zei, vond ik het eng. Mm-hmm. Ik heb pas ook een andere arts ontmoet die me zei, ze vindt het zo erg als een kinderpsycholoog, een kinderarts, die zegt dat er vaak of bijna elke dag kinderen de ziekenhuizen worden binnengebracht die seksueel misbruikt worden. Ook weer de mannen. Ik wil jullie vragen, ik weet niet wat ik ze moet vragen. Ik kan toch niet met een kind seks hebben? Ik wil ze vragen voorzichtigheid. Als het moet, zoek hulp, zoek een psycholoog, zoek iemand om te praten, zoek een tramansma, want meestal willen mannen met mannen praten. Ja. Zoek hulp. Op, in plaats van eventjes een meisje aanraken en je gaat 2 jaar in de gevangenis. Mm-hmm. Dan moet je toch goed gek zijn, ja, omdat je je niet kan beheersen. Dus ik wil de mannen vragen, dat stukje, we willen ook met artsen gaan zitten. Ruma's kan een bijdrage leveren, maar Ik Ben is wel de organisatie die gaat kijken hoe ze met de artsen gaan werken om Suriname, om ook dat stukje van volksgezondheid op te heffen. Oké, okay, krachtig.
Heeft u tot slot nog een korte boodschap voor de jongeren, maar ook voor ouders, opvoeders? Natuurlijk. Ik wil natuurlijk de totale samenleving oproepen. Niet op te geven in deze jongeren. Mm-hmm. Het zijn de toekomstige leiders van morgen. Laten we alle aandacht aan ze besteden. Laten we in ze investeren. Want zij zijn de leiders van morgen. Voor mij, ik wil toch richten tot de ouders, moeders. Bijna wil ik Surinaams praten, met Beguno. Maak tijd voor je kind. Er zijn zoveel moeders die 's morgens werken. Gaan ze de vinger misschien wijzen naar de overheid. Maar organiseer je leven zodanig dat je met je kind vrijdag thuis kan zijn om huiswerk te maken. Weet waar je kind is. In deze tijd kan je je kind niet zomaar thuis laten. Kinderen lopen op straat en ook die jongens zijn in gevaar. Zet regels. We blijven stellen dat als je regels hebt, de drie R's. Je moet een regelmaat in je huis hebben. Er moet reinheid zijn, er moet rust zijn in je huis. Mevrouw Becker heeft pas de vier aspecten van de opvoeding gedaan. Instructie geven op dit moment. Geef instructie. Controleer, ondersteun elkaar en stel grenzen. Ik denk dat deze bemoediging niet alleen voor ouders zijn, ook voor beleidsmakers, ook voor ministers. Dat we niet alleen instructie geven, maar dat we gaan controleren. We willen Suriname helpen. Ik kan bijna huilen. Ik zie elke dag heel wat volwassenen willen huilen. En ze zeggen, wat gebeurt met onze jeugd? Ik kan 15 keer, wat doe je? Wat doen we voor onze jeugd? En ik hoop dat in de toekomst, dat we daadwerkelijk kunnen samenbundelen om te zeggen, we gaan het fighten om die jeugden, onze jeugdigen te gaan beschermen. Onze jeugdigen hebben wij als volwassenen nodig. Dus wij moeten onze plek innemen. En je kan niet gaan schelden op jeugdigen. Ik wil niet dat mensen schelden op jeugdigen. Wat heb jij als volwassene, wat heb jij als beleidsadviseur gedaan, als minister gedaan, als onderwijzer gedaan? Laten we liefde geven aan onze kinderen, zodat we een beter Suriname kunnen hebben. Dank u wel, mevrouw Hart en ook meneer Tuwart. Voor uw participatie aan deze aflevering van Opinie. Heel veel succes met het werk dat u doet. Dank je wel. Met deze krachtige woorden van mevrouw Emmy Hart zijn we gekomen aan het einde van deze aflevering van Opinie. De herhaling hebben we op de woensdag en de vrijdagavond om 8:00. Heeft u de aflevering gemist of wil u het in alle rust bekijken, dan kan dat altijd op de YouTube-channel van het Nationaal Informatie Instituut. Ik bedank u voor uw aandacht. Goedenavond. Thank you.